Zes slechtzienden en zes buddies gaan de uitdaging aan. Zij wandelen 200 kilometer naar Santiago de Compostela. Met stok, zonder stok, soms zelfs struikelend, maar altijd samen. En ze halen het. Dit is de Camino Anders Bekeken. Jullie raden nooit waar ik ben. Nou ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet helemaal. Ik ben ergens in Spanje. Maar dit is in ieder geval het beginpunt van mijn Camino. Ik ga wandelen met een paar slechtzienden en buddies naar Santiago de Compostela. Oh, dat klinkt ook heel pittoresk. Nou, we hebben de eerste paar kilometers achter de rug. Door weilanden, kleine straatjes, hier een beekje achter ons. En het ontzettende romantische geluid van een grote motor achter ons. Nee hoor, het is wel echt al heel erg leuk. Maar ik heb wel al een paar momentjes gehad van de grote smurf. Is het nog ver? En we hebben nog maar 6 kilometer gedaan. Dus dat wordt wat de komende dagen. Je weet natuurlijk helemaal nooit waar je terechtkomt. En opeens dan beland je in een hostel. Wel een slaapzaal met allemaal van die stapelbedden. Nee, wij hebben een speciaal gehandicapt hoekje gekregen. Ik denk dat dit een heel goed idee is. Nu valt het nog wel mee met de stinkschoenen. Ik weet het niet. Die van mij ruiken natuurlijk nooit, dat snap je. Ook niet na 2 weken. Maar die andere, die moeten ze hier zetten. Jongens, het is nog vroeg. We hebben net ontbeten. En met het donker zijn we het restaurantje ingestapt. En dan komen we eruit. Zijn er opeens een kasteel? Nou door, trek je bikini maar uit je tas. We kunnen. Als het echt mooi weer was. En dan zet je nog geen 3 passen. Nou oké, een kilometer uit het dorp. En dan kom je echt een heel mooi kerkje dingetje tegen. Het is wel grappig als je een soort, het is eigenlijk een soort medaille, alleen dan een paspoortje. Je moet elke keer stempeltjes halen overal. En dat kan in kerkjes, cafeetjes, hostels, overal. Maar ja, hier zagen we een stempelpost. Dus die moet er even weer op, hè? Ik stap hier een soort donker gat in. Dan moet ik heel even acclimatiseren. Ik sta even dichtbij om het te bekijken. En ik mocht het aanraken van Jet. Dus we geven Jet de schuld als het niet mag. Het is wel bladgoud volgens mij. Maar het voelt als een soort papier-maché. Het laatste avondmaal hangt er boven ons. Het is wel prachtig. Thuis kan ik het goed bekijken op de beelden. Maar voor nu geloof ik het. Na goed gebruik pak ik een steentje van de grond. En die hoor je dan bij van die punten te leggen. Heel leuk bordje. En hiermee symboliseert dat ik mijn ballast ook achterlaat hier. Dus ik ben benieuwd of ik helemaal verlicht ben na 2 weken Camino. Het is wel leuk. Onze buddies die helpen ons niet alleen met de weg, maar die beschrijven ook wat we zien. Nu lijkt het daarop, het zal geen lavendel zijn. Maar het is gewoon wijngaarden die steeds anders, in rijtjes naar boven gezet zijn. En daar, totdat de zon er nu zo opschijnt, krijgen we allemaal hele mooie kleurschakeringen. Ah, daar heb ik al een heel mooi beeld bij. Ah, je wilt straks op de computer. Ja, het is nu nog een beetje één grote blurry, blurry groen. Maar ik weet dat het mooi is. Zo voelt het ook gewoon. Jongens, het is net de Elfstedentocht. Temple time. Nou, dit wordt genieten vannacht hoor. We slapen gewoon in een soort klooster, hè, kerk. Het is het mooiste plekje van de Camino. Wat vond je ervan binnen? Ik ben er niet binnen geweest, maar... Erg leuk. Ja? Ja, het is heel grappig. Het zijn allemaal kleine cabines. Een soort kippenhokjes. Maar wel leuk. Ja, heel leuk, heel leuk. Het is echt een hele leuke hostel hier. Je zit in een soort van, ik noemde het net al stallen. Net de stallen, hè? De kleur deed me alleen denken aan de stallen. Maar het zijn een soort van kamertjes. Je slaapt een soort van buiten. Ik ga vanavond met slechte tanden knarsen. Ja, ik was wel helemaal blij. Ik slaap met Sophie, die snurkt niet. Het blijkt dat het allemaal open is. Nou, hier liggen we dan. Ik zal even bijschijnen. Want 's nachts en 's avonds ben ik gewoon een soort van... Mijnwerker, dat zocht ik. Ja, ben ik een keer dus geen bouwvakker, dat scheelt. Hier slaapt mijn buurvrouw. Geen snurkende buurvrouw. Yes! We zijn nu een paar dagen onderweg en het gaat erg goed. Het wandelen is echt super. Echt heel erg leuk. Je ontmoet leuke mensen. Alsof we niet hard genoeg gewerkt hebben, gooit Machteld Cossé nog even de zweep erover. Onze yoga juf. En ik moest meedoen.
uit. Lekker uitademen. Smetvrezerig als ik ben, ben ik gewoon bang dat ik in de hondenpoep stap. Je rug helemaal hol maken. Nu ben je boos op kat en dan haal je adem en dan ga je een holle rug maken. En dan ga je met je kin helemaal omhoog. Atletisch, hè? Ziet het er ontspannen uit? Nee, ik lig op mijn rug. Dat zijn de betere standjes. En dan gaan we even de knieën pakken. En de knieën trek je naar je borst. Moet nog wat doen ook. En dan heel even rustig voelen hoe die buik de grond raakt. Niet te lang, anders vallen we in slaap. En schudden alles even lekker los. Nou jongens, ik heb goed geyogaat. Laat me hier maar liggen. Kom me morgen maar halen. Deze doos heeft 500 meter gelopen. En dan weer een blaar. Gert-Jan is mijn chirurg. Dan kan je nog groeien tijdens. Als het goed doet, voel je helemaal niks. Oh, dan doet hij het niet goed. Onder handen genomen? Ja. Ik ben geopereerd. Wat, aan een blaar. Een doekje. Anders is het goed voor... papier in de zak. Ja, nou, schoon noem je dat. Het is maar één keer gebruikt. Deze kant, Leo. Het is goed voor je weerstand. Wat is er aan de hand, Leo? Wij staan spier. Waar? Heb je spieren dan? Ja, ik wel. Nou, in één keer. Ik heb het nooit gedaan. Je had mee moeten doen met yoga. De vangrail die komt tussen de weg en de hond. En dan loopt iemand... met de fiets. Ik sta hier met Gert-Jan, dat is vandaag mijn buddy, maar ook initiatiefnemer van de Camino Anders Bekeken. Dag Annemiek. Hoi, hey, maar waarom ben je begonnen met die slechtziende op sleeptouw te nemen naar Spanje? Ik had een workshop en daar zat iemand bij die slechtziend was en die stelde mij de vraag, denk je dat ik de Camino kan lopen? En toen zijn we in gesprek geraakt en gaan wandelen. En ik denk, ja, ik zeg, dat kun je wel, maar als jij dit idee hebt, deze droom, dan zijn er misschien wel meer mensen. En ja, daar is het begonnen en nu zijn we voor het derde jaar op pad met een nieuwe groep. Ja. Het is heel mooi om te zien hoe mensen de controle al los gaan laten. Je zei het zelf net, de vertraging komt er al in. Het langzamer gaan lopen en het stilstaan en het genieten van de natuur, het eten, de mensen en gewoon hier zijn. Dat is gewoon een feest. Het is wel heel grappig. Je zit hier met verschillende slechtzienden. En iedere slechtziende ziet dan weer anders. En we hebben twee mensen met Usher. Die kijken door een heel klein kokertje. En die zien dan details waarvan ik denk, zie je dat? Maar goed, dan zien ze ook werkelijk waar alleen dat detail. Severin zit een vlindertje te fotograferen of zo. Als zij die foto maakt en ik maak hem weer groter op mijn computer, zie ik het ook weer. Dus het is nog een hele klim, hè jongens? Veldje, boom erachterop. Ja, gewoon verse pijnboompitten kraken. Severin, proef jij hem eens eventjes voor? Nou, dit is mijn tweede verse pijnboompit in mijn leven. Oh, wat speciaal dat we daarbij mogen zijn. Het is sensationeel. Echt lekker. Ik vind het heel fijn dat Leo dat doet, maar ik vind het heel frappant dat hij zo'n kraker bij zich heeft. Ja, als je hier dan zo loopt, het is ongelooflijk. We zijn nog maar een paar dagen onderweg en je merkt eigenlijk ook dat je meteen thuis ook al achterlaat en... in een hele andere wereld stappen. We zijn ontzettend in een ontzettend leuk plaatsje aangekomen. Met een hele leuke herberg. Ik zeg niet meer pittoresk. Want straks kom ik bij De Wereld Draait Door. Met een compilatie van pittoresk, pittoresk, pittoresk. Maar ik noem het gewoon sfeervol. Authentiek. En vooral heel, ik weet niet of je me ziet bewegen. Maar heel handig voor slechtzienden. Dat zijn van die kinderkopjes. Het is wel grappig, we slapen hier in een slaapkamer die ongeveer net zo groot is als mijn slaapkamer thuis. Alleen hier moet je er gewoon 16 personen in stouwen. Dus dat wordt heel gezellig vannacht. Nou ja, en weet je, als je zo'n tijdje onderweg bent, is het wel zo sociaal om af en toe je ondergoed en alles een beetje te wassen. Want anders gaat het zelf aan de wandel. Dus hier hangen al onze wasgoed. Het is wel heel erg leuk. Er is gewoon tijdens de Camino iemand moeder geworden. Ja. Oh, en die moeten we natuurlijk van harte feliciteren. Ja. Gefeliciteerd met je kind. Nou, kind, Gibson, hij is al 2 jaar oud. Nou, je bent wel een soort van moeder geworden, vind ik. Weet je, ja, dat wordt wel spannend. Severine, eerst matchen. Ja, Severine krijgt een geleidehond en die is vanmiddag gebeld. Dus dat was allemaal wel spannend. Dus wij stonden allemaal een dansje te doen. Jij bent er niet aan het stuntelen, Leo? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben nu wel aan het genieten van een overheerlijke witte
een chardonnay. En dan ja, zeg maar een uitvoering van echt water. Echt kraanwater. Hé, hey, maar jij mag eigenlijk na 8 uur niet meer plassen, hè? Anders moet iemand je begeleiden naar de wc. Nou, vandaag zal ik echt moeten. Wie is dan de klos? Ik denk dat ik vanavond Jet uithaal. Het is heel leuk. Vanavond zitten we in een hele leuke herberg. En dan kun je dan ook s'avonds eten. Dus we zitten met z'n allen aan tafel. En het is ook de bedoeling, je wordt ook gespreid. En je mag niet als groep bij elkaar zitten. Nou, dan zitten we met een Japanner aan tafel. Met iemand uit Colombia. Met een Duitser, met iemand uit Oostenrijk. Ja, zij vinden het dan ook wel heel leuk om van ons te horen. Weet je wel, stel dat je slechtziende op reis. Ik kan niet anders zeggen. Elke avond of elke dag val ik van de ene verbazing in de andere. En dat is wel heel bijzonder. En het ziet er hier ook fantastisch uit. Beetje jammer van TL-verlichting, maar... dat we nu getrakteerd worden op de traditie. Temos tres años. Oh, het ruikt naar hooi. Nu mogen we. Ik sla hem toch echt niet zomaar achterover. Zo. Wow. Ik ga wel goed slapen vannacht. We nemen vandaag een route. En er staat een bordje en in mijn beste Spaans. Haal ik daaruit dat het een hele zware route is. Alleen voor zeer goed geoefende wandelaars. En Gert-Jan doet dat met een groep blinden en slechtzienden. Al jaren, dus we vertrouwen het maar. Ja. We zijn echt nog geen 300 meter onderweg. Een soort zwarte piste die we op moeten. Ik denk, ik film een stukje, maar eigenlijk moet ik gewoon even bijkomen. Gaat het een beetje, Leo? Het gaat goed, hoor, maar het is echt ontzettend stijl. Ze heeft de grootste moeite om naar boven te komen. Maar ze doet goed haar best. Het kan niet beter eigenlijk. We zijn net begonnen, maar het is niet alleen stijl als een zwarte piste, maar het is ook nog ontzettend... Oké, je mag maar voorbij gaan als je... Hobbelig. Kijk, ze gaat me zelfs voorbij. Ja, we zijn bijna boven. Nee. Oh. Volgens John zijn we niet bijna boven. Je moet gewoon altijd zeggen, we zijn er bijna. Dat zien wij toch niet. Nee, we zijn er wel bijna, denk ik. Hoop ik. Dat begrip bijna was een beetje relatief. We zijn denk ik 3 kwartier verder. We zijn er nog lang niet. Dat relatieve over bijna net. Dat Gert-Jan die zou nu heel erg hard lachen. Want ik denk maar steeds, we zijn er bijna. Nou, ik denk dat we nog wel 1,5 uur verder hebben moeten klimmen. En dit is het eerste stukje bergafwaarts, maar we zijn er nog niet. Dus we gaan nog een stukje omhoog, maar Gert-Jan zou zeggen, ik moet het loslaten. Dus eindelijk na 4-5 kilometer, gewoon stijl klimmen, ga ik proberen om het los te laten. Ik ga het ooit leren, ooit. We zijn op de ontmoetingsplek om even te lunchen. Maar ik moet echt een hartig woordje spreken met Gert-Jan. Dit doe je die slechtziende toch niet aan? Kom. Daar zit hij. Die beul. Daar staat hij. Heel onschuldig te zijn. Wat? Dat doe je die slechtziende toch niet aan, zo'n klim? Dag schatje. Hallo, lekker hè? Hallo. Heerlijk. Ik dacht elke keer, ik ben er bijna. Echt waar? En echt ongeveer 500 meter hiervoor dacht ik van Gert-Jan, die zou nou een beetje naar mijn wijze... Ik zeg nou, nu, na zo lang, ga ik het nu loslaten. Heb je het losgelaten? Ja, maar toen waren we er na 500 meter. Nou, maar je hebt het wel losgelaten. En dan gebeurt het dus, hè? Ja, blijkbaar wel. Nou, de 7 dwergen zitten even uit te puffen. Puff. Meer komt er niet uit. Oh. Nee, echt niet, sorry. He, we gaan eindelijk bergafwaarts. Maar, ja, maar minder comfortabel dan we gedaan hebben. Ja. Oh. Het is best wel pittig als je bergafwaarts gaat op zo'n rotweg. En ik voel de blaren in mijn voeten schieten. Maar goed, ik ben nu al trots op onszelf dat we dit gedaan hebben, John. Ja, precies. Daar ben ik met je eens. Mooie dag was het ook. Ja, een hele mooie dag.